Het is inderdaad 25 jaar geleden sinds het laatste Nederlandse staatsbezoek. Ik kan bijna zeggen, waarom nu pas? Het is natuurlijk veel te lang geleden. Voor zo'n belangrijk land als Frankrijk staan wij in het hart van Europa. Van de eerste 6 landen lid van de Europese Unie. We staan voor dezelfde waarden. Daarom voelden wij ons zo geraakt bij de aanslagen hier in Parijs. Maar we weten ook dat u, als een klein deel van de 37.000 Nederlanders die hier in Parijs, in Frankrijk wonen, dat ook u een grote rol speelt als vertegenwoordigers van Nederland hier in Frankrijk. Dat ook u dagelijks bijdraagt aan het opbouwen en onderhouden van die hele belangrijke band tussen Frankrijk en Nederland. Frankrijk is natuurlijk een land wat bij vele Nederlanders allerlei prachtige beelden oproept voor vakanties, voor eten, voor de liefde, de stad, Parijs, alles wat hier zo is. Maar het is ook gewoon een prachtig land waar mensen echt van houden, waar mensen keihard werken. En de mensen die gesproken hebben hier en ook gezien, die zijn hier aanwezig. En het is fantastisch om de vertegenwoordigers van die grote Nederlandse gemeenschap hier vandaag te zien. Dus ik wens u allen heel veel succes, heel veel dank voor uw komst. Helaas waren we met een paar van u gesprekken, uiteraard hadden we iedereen kunnen spreken. Dat is echt onmogelijk, dat begrijp ik ook. En ik wens u heel veel sterkte en dank u wel voor uw vertegenwoordiging van ons Nederland hier in Frankrijk. Dank u wel. Der Koning war.